federaal parlementslid Dries van Langenhoven, tegen wie een procedure loopt voor racisme, blijkt de 8 andere verdachten in datzelfde dossier onder druk te zetten om zijn en alleen zijn strategie te volgen. VTM Nieuws heeft WhatsApp-berichten kunnen inkijken aan die 8, allemaal leden van de vereniging Schild en Vrienden, en die laten weinig aan de verbeelding over. 4 berichten op WhatsApp met een niet mis te verstaande boodschap van Dries van Langenhoven. Zijn advocaat beslist. Aangezien er een aantal advocaten zijn die wegens een opgezwollen ego er niet mee om kunnen om de instructies van Hans Rieder op te volgen, is het best dat deze advocaten nu worden vervangen. Het gaat hierover. 3 jaar geleden raakte bekend dat Van Langenhoven en zijn kompanen bij Schild en Vrienden berichten deelden in geheime chatgroepen die volgens het parket racistisch zijn, discriminerend en volstaan van jodenhaat. Het gerecht beslist nu of het tot een proces komt voor Van Langenhoven en 8 anderen. Maar die 8 anderen hebben blijkbaar weinig te zeggen. Dat vraagt, of beter eist, Van Langenhoven. Samengevat, is het de bedoeling dat jullie advocaat op 23 september aanwezig is op de zitting, maar niets anders doet dan gewoon aansluiten bij de conclusies van Hans Rieder? Jullie zijn zelf best niet aanwezig, jullie advocaat moet wel aanwezig zijn. 1 juridische strategie en geen 9, dat is het argument. Maar de toon van de berichten roept vragen op. Dries van Langenhoven is parlementslid voor Vlaams Belang, maar verloor zijn onschendbaarheid. Hij kan dus veroordeeld worden. Ik heb gevraagd om die onschendbaarheid op te heffen, omdat ik absoluut niets te verbergen heb. Niet zijn advocaat, maar Van Langenhoven zelf liet ook nog weten dat hij de andere advocaten zelf zou opbellen om uit te leggen wat er volgens hem wordt verwacht. Een 8 jaar oude moord waarvan het slachtoffer nooit was teruggevonden, is nu toch helemaal opgelost geraakt. Omdat...